Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan naar verder in Hongarije, aflevering nummer 45. Heb je de vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We wonnen daar de wedstrijd, maar het spel zegt in één keer dat we derde zijn geworden. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat dit niet goed klopt. Verstappen won de wedstrijd. Perez is in één keer 11e gefinished toen. Dus het klopt gewoon niet wat er staat. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. De vorige wedstrijd verliep dus erg goed. Hadden een flinke battle met Verstappen in Oostenrijk. Ik verwachtte veel van in Hongarije. Een lastig baantje voor ons. We zijn daar normaal niet sterk. Een soort van Monaco zonder muren is het eigenlijk. Van de componenten hoeven we niks te vervangen. Wel zijn er een aantal updates niet doorgekomen. Die zijn gefaald. Dus die moeten wij opnieuw gaan bestellen bij het team. Om te zorgen dat wij zijn gemaximaliseerd. Unfortunately, we need you to step in and make an executive decision here. Helaas hebben we wat dilemma's die wij moeten zien te voltooien voor ons dan en voor het team. Okay. En dan is de vraag, hoe goed zijn wij op Hongarije? Ik ben benieuwd. But we could do with your expertise on this one. Verstappen was gewond geraakt in de gym, dus daar moeten wij voor zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren. Investigate kan ik helaas niet aanklikken en moet op continue klikken. Oftewel, laat maar gaan. Alles is nog gewoon goed ingevuld. We kunnen niks meer upgraden helaas, want we hebben gemaximaliseerd. En hebben nog heel veel resource punten over. De weersverwachting voor de kwalificatie: regen. Dus dat belooft wat. Dat maakt het er alleen maar moeilijker op. In het begin nog bewolkt en daarna slaat de regen toe. We gaan wat componenten vervangen. Dat is gewoon nog legaal in onze pool. Dus daar krijgen wij geen gridstraf voor. Want de race is lang. 35 rondes. Op een lang circuit. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. We gaan lekker beginnen voor de kwalificatie. Voor de grote prijs van Hongarije. Kijken of we naar de pool kunnen komen. We zijn aanbeland in Q1, lekker zonnig weer. Ik verwacht veel van Max Verstappen. Wij hebben onze DRS aangezet. Missen een klein beetje de apex, komen niet goed uit. En moeten helaas wijd. Ook hier weer die apex gemist. Zet Verstappen een 1.12.7 neer. Wij missen hier weer de apex. En dit wordt een slordig rondje. En dit is een 1.14.3 op 1,5 seconde van Verstappen. En dan is het hier helaas gebeurd. Want ik kom met mijn linker voorband op de witte lijn. En dat is einde run 2. Dus dan moeten we er nog een keer naar buiten. Voor een tweede run. We staan op een P9. En dan gaat het kijken wat het dus gaat worden. Op een verse set softbanden. Dit keer nemen wij de eerste bocht wel goed. Schieten hier weer te wijd door een momentje overstuur. Rood bij de delta. 16e langzamer.
We moeten gewoon dat gat zien te vinden. En dat vinden wij niet. Want ik heb het laten varen. 8,2 seconden. We staan op P9. En dan is het zometeen afwachten of wij door zijn naar Q2. De vlag hangt uit. En we zijn door naar Q2. Ik heb besloten om heel laat naar buiten te duiken om een setje softe banden uit te sparen. Het is ook flink bewolkt te gaan worden, zie ik. Er is regen voorspeld in Q3. Verstappen rijdt volgens mij op die medium compound, is trouwens gewoon naar binnen. Wij gaan hier een alles of niets poging doen om door te kunnen komen naar Q3. We moeten alles geven. De apex een klein beetje gemist, de druppels beginnen al op de lens te komen hier te wijd. En dat is een P11. Een P11, dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Zitten hier te ver door. Maar pakken wel groen bij de delta. Kwalificatie zit erop. Groen in sector 2. 2/10 onder onze eigen tijd. Zitten hier weer te ver door. En zijn wij door naar Q3... Dat is de vraag. Jazeker, op een flink nat circuit. Maar de FIA vindt het goed als we op de droge weerbanden onze kwalificatierondje doen. Dus dit wordt een, hoe zou ik het zeggen, een raar rondje. Want ja, de auto die kan eigenlijk hier niet. En je ziet al gelijk onderstuur, overstuur, wielspin, intermediates. Is hier toch niet geschikt voor. Het is gewoon, het zit net op het crossoverpunt. En Ricciardo op een P3. Wij komen bij start-finish. En het is een P4. Komen op 62.000 van Carlos Sainz. En Verstappen pakt pol met een 1.22.2. Is 19e sneller. Wielspin op de exit. En dat is ons rondje over. Verstappen pakt pole position op 18e van Valtteri Bottas. Sainz naar P3, Weiders naar P5. Dus dit belooft een lastige wedstrijd te gaan worden. Maar we zijn er klaar voor carrière aflevering 45. We zijn er dus aanbeland bij de wedstrijd. We gaan gewoon lekker beginnen voor de grootprijs van Hongarije. Voor carrière aflevering 45. We starten op P5 op de grid. Verstappen op pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Ricciardo is beter weg. Verstappen knijpt al gelijk Valtteri Bottas af. Hij verdedigt die binnenkant. En wij kunnen hier een dive bomb maken. En dat doen we ook. We komen gewoon veel te ver. Raken Verstappen. Maar de leiding herovert met een nogal optimistische manoeuvre. Die manoeuvre is geslaagd. En we rijden op P1. Verstappen dus naar P2. Rijdt op die medium compound. En we zetten paars in sector 1 neer. We zitten in ronde nummer 2. Als wij dan ook daar paars in sector 1 noteren. Sector 2 moet nog komen namelijk. Het gat naar Verstappen is 3 seconden alweer. Dat is lekker groot. Een Ferrari-coureur is naar binnen. Dat is volgens mij Charles Leclerc die een pitstop heeft gemaakt voor een nieuwe neus. En we zetten groen in sector 2 neer. Herhaling van de start met Verstappen dus op pole position. Bottas op P2, wij dus op P5. De lampen waren uit en we waren ook onderweg. Alles leek gewoon normaal. Verstappen blokkeerde gelijk die binnenkant. Daar keek Charles Leclerc aan de buik met Bottas. Dan komen wij hier van heel ver. En raken per ongeluk Max. Dat was gewoon niet de bedoeling. Ook mijn fout namelijk. Maar goed, het is wat het is. Daardoor hebben wij wel de leiding heroverd. Daardoor hebben wij wel dus de leiding heroverd. En Verstappen voelt al gelijk de druk van Bottas vanwege zijn kapotte voorvleugel.
zijn aan boord bij mijn teamgenoot hier, die van Pol vertrok op de medium compound. Hij kwam gewoon goed weg. Knijpt ook gelijk die binnenkant af. En dan komen wij hier, want Verstappen blokkeert ook zijn rechte voorband. En Charles Leclerc raakt Max op de sidepod. Maar zo hadden wij de leiding dus de gazen genomen in ronde nummer 1. We zitten inmiddels in ronde nummer 3 met groen in sector 2. Perez met de snelste raceronde op dit moment. En wij dus hebben al een voorsprong van 5 seconden na Verstappen. En pakken dat snelste raceronde van Perez af met een 1.17.5. Weet wel dat Verstappen lang door kan en we hebben een nieuwe strategie beschikbaar om in ronde nummer 8 naar de harde band te gaan. Voor een 1-stopper. Bottas zit te kijken bij Max, voor P2. En Verstappen gaat de rest ook ophouden, dus wij kunnen wegrijden van onze landgenoot. Groen in sector 1. Ronde nummer 12 en ik duik naar binnen voor mijn eerste pitstop van de dag. Ik ga naar de medium compound. En we krijgen de auto goed en mooi afgeremd. Verstappen dus zometeen aan de leiding. Russell voor Alpine op het podium, dat doet hij knap. Bottas naar de harde band gegaan. En wij gaan dus naar de medium compound. 2,2 is de pitstop. Komen wij voor of achter Valtteri Bottas terecht? We komen achter Valtteri Bottas terecht. 1 stop nog te gaan in de strategie. Er zijn nog 22 rondes te rijden. We zitten aan het einde van de ronde nummer 13. Als we bij de staart van Valtteri Bottas zijn aangedrongen voor het podium. We zitten in de slipstream, kijken naar de buitenkant. En nemen die bocht gewoon. Bottas laat hem staan. En Bottas raakt onze zijkant en is bijna gespind. En Jeff vindt dat een prima inhaalactie. Nou, ik kan je garanderen dat de FIA dat in het echt niet vindt. Maar hier laten ze het toe. Bottas dus te grazen genomen. Met een wat riskante inhaalactie. We zijn aan boord bij de Finn wat er gebeurde in een aantal minuten geleden. Hij remt gewoon met ons mee, stuurt ook met ons mee en stuurt zelf tegen onze sidepod aan. Dat was dus niet mijn fout. Zo zie ik het. Ronde nummer 16 is het. Het gat naar Russell is 1,8 seconden. En Verstappen naar binnen. Max Verstappen duikt naar binnen. En ik denk dat dat een nieuwe neus wordt. Ja, een nieuwe neus komt erop voor Max. Gaat naar de harde band. Dus hij gaat hier de wedstrijd op uitrijden. Wij moeten nog een keer naar binnen. Dus we gaan voor een 2-stop. Max gaat proberen om hem uit te rijden op een 1-stop. We zijn dus weer terug aan boord bij ons. Als wij bij George Russell zijn aanbeland voor de leiding. We merken ook gelijk het bandenverschil, want we zijn zoveel sneller in de bochten dan George. Gat is 15e, 16e ongeveer. We moeten het hoofd gewoon koel zien te houden en ik ga er wel van uit dat Russell naar binnen duikt. Zometeen in ronde nummer 18. We remmen gewoon naar hem toe. En Russell gaat verdwijnen. Jazeker, Russell verdwijnt voor onze neus en gaat naar binnen. En wij zijn ronde nummer 18 ingegaan. Nog, wat is het, 17 rondes te gaan. Dus het schiet al aardig op hier in Hongarije. Tsunoda duikt ook mee naar binnen. Ricciardo rijdt door, Verstappen dus op de harde band naar P4. Blauwe vlaggen worden gezwaaid in ronde nummer 19. Ricciardo op P2, Verstappen weer op het podium. Mazepin wordt op een ronde gezet in ronde nummer 20. Nog 15 rondes te gaan.
En het gat naar Ricciardo is 19,9 seconden. Dat gat naar Verstappen is 20,2 seconden. We hebben ongeveer 23 seconden nodig voor een veilige pitstop. Weer blauwe vlaggen voor een Haas. Denk ik? Nee, het is een Alfa Romeo van Christian Lundgaard. Hij wordt op een ronde gezet in ronde 22. We zetten paars in sector 2 neer. Het gat naar Verstappen is 21,3 seconden. Niet genoeg voor een veilige pitstop. En wij noteren de snelste raceronde met het 1:16:6. Daar is ook Nicolas Latifi gezien. Ook op een ronde gezet. Schumacher wordt de volgende. En die zitten nu allemaal in ronde 22. Als Nikita Mazepin uitvalt. Nikita Mazepin valt uit in de grote prijs van Hongarije. Je moet hem stilzetten in bocht nummer 2. En Schumacher laat ons hier mooi voorbij. Aan boord bij de Rus. En hier is het dan gedaan. Geen power meer uit de Ferrari motor. Hij moet de strijd hier staken in Hongarije. Reed al niet in de punten, maar goed. Beter een race finishen dan uitvallen, zeg ik maar zo. En in ronde nummer 24 ga ik naar binnen voor een tweede pitstop. We gaan naar de medium compound. En Verstappen komt voor ons weer de baan op. Dus we gaan nu de aanval openen met nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Ik had helaas geen verse softbanden meer over. Dus moet ik wel naar de medium compound. En Verstappen passeert ons. Het gat is 17e. En dan moeten wij dicht zien te rijden. We zitten in ronde nummer 26. Als wij groen en paars in sector 1 en 2 noteren, hebben we nu ook de snelste racerondepunt verbeterd met een 1:16:4. En Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Laten hem laat rollen. Maar komen hier tekort op de exit. Terugkruisen misschien. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kunnen nergens naartoe. En we moeten gewoon nu even rusten. Oftewel, we moeten zorgen dat we alles weer kunnen opladen voor het rechtstuk in ronde nummer 28. We zitten er wel heel erg dicht op. Het gat is 2/10. En kunnen hier niks, want hier zitten wij klem. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor... Wie is dat? Christian Lundgaard. Verstappen heeft daar last van, maar krijgt ook DRS. Wij gooien onze overtakeknop aan. Lundgaard in het midden, Verstappen aan de linkerkant, wij aan de rechterkant. En Verstappen blokkeert die rechterkant juist, want daar willen wij naartoe. Laten we hem eerder op de rem gaan en kruisen hier misschien terug. Nee, want we verprutsen onze exit. In ronde nummer 28. Nog 7 rondes te gaan. En hebben hier wat meer topsnelheid, maar we kunnen hem er niet naast zetten. Groen in sector 1. Een 10e sneller. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Nicolas Latifi. Die gaat hier mooi aan de kant. We hebben een beetje last van de vuile lucht van de auto van Verstappen. We moeten het hier rustig aan gaan doen. Schumacher wordt ook op een ronde gezet. En gaat hij mooi aan de kant. Wij kijken naar de binnenkant, maar dat lukt niet. Proberen het via die buitenkant dan. Ja, maar hebben een momentje overstuur, dus helaas. Deze aanval overleeft Verstappen. Dan zometeen dat rechte stuk in ronde nummer 29. Waar we zometeen ingaan. Hebben een beetje last van de dirty air. Gooien onze overtakeknop en DRS aan. Zitten in de slipstream van Max. Hij verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant, hij blokkeert zijn banden. Kunnen we terugkruisen? Jazeker, dat lukt. Maar dan heeft Verstappen hier meer tractie op die oude versleten harde banden. Zetten hem hiernaast aan die binnenkant. Dat wordt de buitenkant, maar hier hebben wij hem dan al te pakken. Missen daar wel de apex en zo kan Verstappen ons terugpakken. En dat doet hij ook. We moeten hem hier laten gaan en rijden wat op die curbzone, dus die bocht is mislukt. Dit zag Nicolas Latifi, die kreeg hier blauwe vlaggen. En links en rechts verschijnen auto's om zijn oren. Letterlijk. En dan proberen wij hier Verstappen nog terug aan te vallen, maar dat lukt niet.
en Latifi ziet dit volk zich gebeuren. We zitten in ronde nummer 30 alweer. Jazeker, in ronde nummer 30. Nog 5 rondes te gaan en hebben hier DRS over de knop. We maken een divebomb naar Verstappen voor die leiding. Momentje overstuur op de exit, maar dat is niet erg. En die leiding weer heroverd met nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. Is hij wel een klein beetje wijd? Dat ziet Verstappen. Kan hij iets doen? Nee, hij kan niks doen. Rood in sector 1. We zitten aan het einde van ronde nummer 30. Als Verstappen daar een tegenaanval doet, hij is er voorbij. We komen terug in de slipstream om misschien nog iets te proberen. Remmen laat. Terugkruisen misschien. Dat lukt. Maar Verstappen heeft DRS. En toch hebben wij hem te grazen genomen. Dan kijkt hij hier naar de buitenkant. Remt laat. We moeten hem laten leven, want het is onze teamgenoot. Heel close met elkaar en Verstappen trekt aan het langste eind. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. En Russell gaat naar het podium. Voor Alpine als hij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van zich af weet te houden. Dat is knap. We zitten in ronde nummer 32 alweer. Nog 3 rondes te gaan. En we kijken naar de binnenkant. Verstappen blokkeert die binnenkant. Kunnen nergens naartoe. We moeten het hier dan gaan proberen met het tweede DRS-gedeelte op dit circuit. Maar Verstappen heeft een betere exit. En we moeten nog even wachten. We zitten aan het einde van ronde nummer 32. DRS hier weer ingeschakeld. Overtakeknop weer ingeschakeld. We lopen er naartoe. In de slipstream Verstappen verdedigt die binnenkant. En wij kunnen nergens naartoe. Hier dan op de exit proberen. Verstappen heeft ook een goede exit. Kijken hier dan aan de binnenkant. Nee, net niet. Net niet en Verstappen weet zijn auto goed te plaatsen. Dus nog een ronde wachten. Want hier lukt het niet. Groen in sector 1. Een tiende sneller. Dat komt door de slipstream en de DRS. We zitten aan het einde van ronde nummer 33 alweer. Begin ronde nummer 34. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. We hebben hier DRS en slipstream van Max. Kijken naar de buitenkant. Lukt net niet. Hier dan aan die binnenkant kijken. Terugkruisen misschien? Nee. Zitten wel aan die buitenkant te kijken. Verstappen weet dat. En hij plaatst zijn auto gewoon goed. Hier dan. Bij de heuvel op. Aan die buitenkant. Het is heel close. Maar Verstappen weet zijn voet erin te houden op het gaspedaal. En wij moeten even zorgen dat we elkaar niet raken. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Als wij daar een aanval plaatsen. Verstappen blokkeert zijn beide banden. En heeft ons geraakt. En we duwen Max daar wijd. En Verstappen moet hier nog tegen aanvallen. Tenminste, dat wil hij. We hebben hier een slechte exit. En Verstappen kan hier aanvallen. Zit aan die binnenkant te kijken. Is er voorbij. Maar wij skippen hier over die curbstone. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Dat is een uitvaller. Dat is een uitvaller. Pierre Gasly staat daar stil. En Max wordt geblokkeerd. Terwijl Lance Stroll daar even uitviel. En dat scheelde een haartje of we hadden hem geraakt. Verstappen is weg. Werd volledig geblokkeerd door Pierre Gasly. Dat gat is nu 2,5 seconden. Wat betekent dat wij officieel winnaar zijn van een krankzinnige wedstrijd. Van een krankzinnig slot van de wedstrijd. Pakken 43 punten excuses weer mee terug naar huis. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd in België. We're speechless on the pit wall. Enjoy this result. It's a performance to be proud of today from our Hungarian Grand Prix winners. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times.
A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. De uitslag van de Grote Prijs van Hongarije. Wij winnen dus de wedstrijd. Pakken ook de snelste race van de punt. Verstappen op P2. Russell op het podium. Komt van P10. Hamilton op P4. Bottas 5. Ricciardo 6. Norris 7. Perez 8. Leclerc 9. En Guanyu Zhou pakt een punt voor Williams. Pakken 44 punten in totaal voor Schraven Racing. Dat is goed om te zien. Eén uitvaller, Nikita Mazepin. En vanaf Pierre Gasly iedereen op een ronde gezet. 106 punten viel naar Verstappen. En 243 punten viel naar Ferrari en McLaren. Red Bull en Ferrari knokken. En Mercedes trouwens knokken om P2 in het wereldkampioenschap. Het gat is bloedspannend. Hier nog even een herhaling van wat er is gebeurd in ronde 34. Stroll krijgt hier een probleem. Rijdt hier langzaam. En dan ja, zie je hier dan ons zo meteen verschijnen. En dat heeft helemaal niks gescheeld. Dit zag Pierre Gasly, een hele rookpluim. Oh, hij raakt zelf Stroll. Gasly raakt Stroll, komt daar terug de baan op. En komt pal voor Max weer de baan op. Heel gevaarlijk. En laten we stappen daar voorbij. Dit was dus bij ons. Wij ontwijken daar Gasly. En dan moeten wij hier in één keer goed opletten. Ja, het heeft niks gescheeld. Het heeft helemaal niks gescheeld. Of wij hadden gewoon een crash meegemaakt met Lance Stroll hier dan in de slow-mo. Alles lijkt hier goed te gaan. En dan schrik ik mij hier gewoon rot. Ik glij naar buiten vanwege minder tractie. En dan zie ik Stroll hier gewoon ploffen. Het heeft niks gescheeld. Het heeft helemaal niks gescheeld of wij hadden een frontale botsing. Dit ziet Verstappen. Ja, en die moet hier op de rem vanwege Gasly. Oei, Pierre Gasly gooit roet in het eten voor Max Verstappen. En zo finisht Max op 2 seconden. Maar goed, deze video zit er alweer op mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, als je geen enkele video meer van me mist. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. En verder in België.